Oh, kom dan, hè. Ik versla je makkelijk. Ik ben namelijk een god in Fortnite. Oh, man. Alleen omdat je zo traag bent, hè. Heb je niks anders te doen of zo? Stop, rotspel. Ik ga wat anders doen. Addo! Zo is lekker. Ja, ik heb je hulp nodig. Vraag lekker aan iemand anders. Nee, anders ga ik een van je vriendinnen DM'en op Insta. Nee, ik kom al. Wat is er? Ja, ik verveel me. Heb jij een idee wat ik kan doen, Chappie? Als eerste, ik ben geen Chappie. Ik ben superstoer. En ten tweede, misschien is puzzelen wel iets voor jou, Teun. Ja, dat zeggen de meeste Chappies. Maar is puzzelen niet voor losers? Nee. Puzzels is voor echte mannen. Een uiterst moeilijke hobby. Je hebt superlange puzzels. Sommige duren wel maanden. Ik heb er nog wel eentje. Wil je die hebben? Ja, wat maakt het ook uit? Geef maar gewoon de allermoeilijkste die je hebt. Ik ben benieuwd. Nou, begin eerst eventjes met deze. Kijk eens, alsjeblieft. Succes ermee. Ik ga weer even terug nutteloos mooie chickies bekijken op Instagram. Doei! Zo, deze is moeilijk. Ik denk dat ik hier nog wel even zoem in ga zijn. Let's go, Teun. Je kan het. The next die. Zo, eindelijk klaar met mijn meesterwerk. Wat is het, Teun? Je ziet er vermoeid uit. Pap, je hebt echt een geniale zoon. Wie? Addo? Nee, pap, ik natuurlijk. Die dommel kan niet eens zijn eigen veten strikken. Maar jij kan het ook niet. Dat maakt voor nu niet uit, ouwe. Luister, ik ben wezen puzzelen. Oh, nee. En Addo gaf mij de moeilijkste puzzel ever. Oké. Ik heb gestreden voor mijn leven en ik ben heel de nacht bezig geweest om hem af te maken. Nu snap ik het wel, maar waarom ben je dan zo geniaal? Pap, je gaat het niet geloven. Op de doos stond 2 tot 4 jaar. Maar ik heb hem binnen 2 dagen afgemaakt. Bizar, hè? Oh, Teun, af en toe weet ik echt niet wat ik met jou aan moet. Hoezo? Dat staat voor 2 tot 4 jaar oud. Oh, dat verklaart wel waarom er maar 25 stukjes in zaten. Oh, je bent echt hopeloos.